Contrapunt van het leven is het thema van Laus Polyphonie dit jaar. Toen we in 2018 en 2019 bezig waren met de voorbereiding van het festival, wilden we enerzijds een aantal meesterwerken uit de middeleeuwen en renaissance laten horen waarin dit contrapunt tot bloei komt. In een heel aantal van de concerten hoort u die werken, maar we wilden daarnaast ook de thematiek van contrapunt opentrekken naar ons leven vandaag. Daarvoor dachten we aan een soort van muziektheatervoorstelling waarvoor we Lieve Blankaert aanspraken. Lieve Blankaert kent u als fotografe, als documentairemaakster. En ze reisde de wereld rond en maakte portretten de afgelopen decennia van vrouwen en mannen op heel verschillende plaatsen in de wereld, op cruciale momenten in hun levensloop. Hun geboorte van hun kinderen, hun huwelijken, het afscheid van hun dierbaren wanneer ze stierven. Nu, al die parallele levens die door elkaar lopen, zou je kunnen vergelijken met muzieklijnen die door elkaar lopen in een contrapuntische compositie. En zo hebben levenslopen ook invloed op elkaar. We kozen voor het beeld van het festival voor deze foto van Lieve Blankaert. Een foto die zij nam in de Pumwami-materniteit in Nairobi in Kenia. Een kliniek waar elke dag 130 baby's worden geboren. 130 nieuwe levenslijnen die starten en hun eigen verloop zullen kennen. Sommige van die kinderen zullen elkaar misschien terug tegenkomen, andere zien elkaar misschien nooit meer. We zijn ondertussen met 8 miljard mensen op de wereld en elk van die mensen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen verloop in de tijd. En we wilden net een voorstelling laten zien tijdens het festival waarin dat naar voren komt. En we willen eigenlijk een beetje die levenslopen van mensen overal ter wereld samenbrengen met de levensloop van u als publiek in de zaal. Lieve zal vertellen, aan de hand van een heel aantal beelden die ze maakte, over een aantal bijzondere mensen die ze ontmoeten en hoe zij stonden in het leven op een bepaald moment. Anderzijds willen we natuurlijk ook daar muziek aan koppelen. En daarvoor brachten we Lieve in contact met Barbara Kabatkova, de artistieke leidster van het Tiburtina Ensemble. Deze groep vrouwen zal muziek zingen uit de middeleeuwen, Gregoriaans voornamelijk. En Barbara en Lieve hadden al heel snel het idee om deze voorstelling te focussen op vrouwenlevens. Op de kracht van vrouwen, op de verschillende rollen die vrouwen opnemen in de maatschappij. Vrouwen als meisjes, als moeders, als voedsters, zorgsters. Soms ook de trekster in een familie of de sterkhouder. Vrouwen als echtgenote, als minares, als steun en toeverlaat. In deze verschillende rollen vinden we eigenlijk ook terug in een heel aantal religieuze teksten die gezongen worden in het Gregoriaans, waar vaak de Maagd Maria rollen wordt toebedeeld die gelijkaardig zijn als troosteres, als bemiddelares, als moeder van ons allen. En zo leggen ze parallellen in de verhalen van Lieve, de beelden die Lieve toont, de muziek en de teksten die ook Barbara selecteerde. En krijg je als het ware een soort van nieuw contrapuntisch weefsel in verschillende kunstvormen die samenkomen. Het is een voorstelling die ons toont hoe divers we zijn, hoe divers de mensen zijn op deze planeet, maar hoe ondanks alle verschillen in sociale achtergrond, religie, culturele achtergrond, onze gevoelens en onze intenties eigenlijk erg gelijkaardig zijn. Vandaar de voorstelling Zie een vrouw. Veel plezier.